Mijn naam is Sylvester van der Water, ik ben 21 jaar, ik ben rechtsbuiten. Ik ben een speler die graag diep wil gaan, met mijn linkerpoot naar binnen. En dan vanaf daar wil ik eigenlijk het spel gaan maken. Ik ben geboren in Bussum. Ik heb 4 jaar gevoetbald bij Almere City. Nou, ik heb de overstap gemaakt hierheen, omdat ik weet dat ik me hier nog verder kan ontwikkelen. Ik heb verder naar veel spelers gekeken die hier vandaan zijn gekomen. Die hebben mooie stappen gemaakt. En dat is natuurlijk mijn doel ook. Nou, het is mooi als je als jonge jongen vanaf de Jupiler League naar de Eredivisie kan gaan. En daar verder te ontwikkelen. En mijn ding is, en mijn doel is om dat wel te gaan doen. Nou, mijn eerste gevoel hier bij de club is mooi. Het geeft gelijk een warm gevoel. Ik kwam hier binnen en het zag er allemaal top uit. Het stadion. En als ik al zie het publiek normaal. Ja, dat is echt top. Ik kijk er echt naar uit. Ik heb ook super veel zin in het nieuwe seizoen. Ik verwacht gewoon dat we hoog gaan eindigen. Sowieso plek 10. En met de spelersgroep die we dan krijgen en die we hebben, denk ik dat het ook wel lukt. Nou fans, ik kijk echt uit naar het nieuwe seizoen. De eerste training zal volgen op 1 juli, op zondag. Ik hoop dat jullie daar allemaal bij zullen zijn. En het geeft gewoon een goed en warm gevoel als jullie er allemaal bij zijn. Kunnen we gewoon mooi het seizoen starten.